Ja, een carnaval in stijl, het lijkt wel een duivelsfeest. Fijn dat je kijkt, dit is Goedemiddag Limburg. Hartelijk welkom. Fijn dat je kijkt. Een nieuwe aflevering van Goedemiddag Limburg op deze dinsdagmiddag. Maar aanstaande zondag is het de 11e van de 11e. En er wordt natuurlijk traditioneel het carnavalsseizoen geopend op het Vrijthof in Maastricht. L1 is daar uiteraard live bij. Maar er is meer. Want voorafgaand aan dat officiële gebeuren op het Vrijthof zenden we 's morgens de documentaire uit. De Duvels van Stijl. Gemaakt door Maartje Timmermans. Hartelijk welkom. Maartje zit aan tafel. Fijn dat je er bent. De Duvels van Stijl. Het gaat over een hele oude carnavalsvereniging uit Stijl. Zeg ik het zo goed? Heel kort door de bocht. Ja, het zijn twee verschillende dingen. Je hebt het ketelgericht, dat is al heel oud. En je hebt de carnavalsclub, de keteliers, die de naam daaraan danken. En het gaat over beide. Dus een stukje historie. Maar het gaat ook over voornamelijk over zo, hoe ze het nu nog beleven. Want het is natuurlijk al oeroud. En... Ja, het is een bijzondere vereniging. Theo Tuithof, hartelijk welkom. Oud-voorzitter van de carnavalsvereniging, de Keteleers. Is de Keteleers is, laten we eerlijk zijn, geen vereniging zoals een normale carnavalsvereniging. Nee. We in Limburg zien. Nee. Vaak hebben we Raad van Elf en een prins of misschien een vorst. Maar hoe zit het bij jullie? Wij hebben dus wat... een andere carnavalsvereniging heeft de prins, hebben wij een vorst Lucifer. Dat is dus de duivel die al die andere duivels die eromheen lopen moet aanzetten. Om tot straks dat ketelgericht te komen, tot die uitspraak voor de rechters dat hij de ketel in moet, omdat hij wat uitgevreten heeft. Ja, dus dat ketelgericht, dat is eigenlijk een soort van gerechtshof, zeg ik dat goed? Ja. Die doet uitspraken over mensen die zich misdragen hebben? Ja. En is dat mensen die zich plaatselijk misdragen hebben? Dat kan. Vroeger was het alleen maar een plaatselijk vergrijp. Maar de laatste jaren, ik moet eigenlijk zeggen van na de oorlog... worden er ook wel dus dingen bij de horens gepakt die buiten steel vallen. Letterlijk bij de horens gepakt, bij de duivelse horens. Ja. Maartje, is dat de reden dat jij deze carnavalsvereniging bent gaan volgen? We zien wat beelden. Het ziet er heel anders uit dan dat we carnaval kennen bijna in alle plaatjes. Ja, dat klopt. Het is anders. Het geeft sowieso al een kleurrijker portret. Ja. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat het... het een van de oudste ketelgerichten van Nederland nog is. In zodanig dat het nog steeds zo uitgevoerd wordt. En ja, ik ben dan toch filmmaker en ik wil dat graag vastleggen. Ja. Dus dat is dan mijn interesse daarin. Ja, en daarnaast inderdaad van hoe beleven de mensen dit in de huidige tijd? Hoe zien ze zichzelf? Ja, maar je zegt dit is een van de oudste en die er nog zijn, ketelgerichten. Zijn er meer geweest en zo ja waar? Ja, in ieder geval Maastricht, dat we weten. Ja. Ik heb begrepen dat het ook nog wel eens opgevoerd wordt. Ja. Maar dat schijnt op meerdere plaatsen geweest te zijn in Nederland. Klopt. Want Thea, wat is de bedoeling daarvan? Want het is op zich wel een kenmerkend voor de carnaval dat we in Buten... de politieke, met name dat maatschappelijke problemen... Ja. Op de korrel nemen en daar ruimte en vrijheid krijgen... om ons op een ludieke manier het mening te geven. Is dat de oorsprong ervan? Nee, de oorsprong die ligt al heel ver terug. Voor ons is dat nog altijd, om precies te zijn, 1883. Toen is er dus in Tegelen zijn er toen vervelende dingen gebeurd. Er was dus een... de Woltersbank in Venlo, die hadden nogal wat dubieuze dingen uitgehaald, waardoor dus heel veel mensen, heel veel mannen, dus op Stijl en in Tegelen werkloos werden. Ja. En zoals dat komt, dan zitten ze in een café achter een glaasje bier en dan willen ze toch een gram halen. En er was toen iemand die had zoiets gezien rond Luik. Of dat Maastricht is geweest, weet ik niet. Die duivels en dan dat volkstribunaal met die rechtspraak van de duivels en de rechters. En zo is het eigenlijk ontstaan? Zo is het eigenlijk ontstaan, ja. Ja.
En ja, tot onze grote verwondering is het nog steeds en het wordt steeds actueler voor ons. Dus, ja. Ja. Zullen we eens kijken naar wat beelden over hoe zo'n rechtszitting dan gaat? Ja. Beelden uit de jaren 60, waar iemand uit een belangrijk persoon dat jaar berecht wordt. Ja. Het ketelgericht. Een levende volksrechtspraak die ruim 80 jaar geleden door een Franse schaapherder naar hier werd meegebracht. Vanmiddag vond dit ketelgericht en de helse afstraffing door vorst Lucifer plaats. Het eerste slachtoffer, Phil Bloom. Niet de echte natuurlijk, maar een plaatsvervangster. Weet je, steeds van een beetje warmte echt wel goed door, geloof ik. Toen heerst een economische toestand van het land vuur schaar aangedaan. En daarom ken ik scherper dan de ketel in mijn teeg. Men geeft hier collectief lucht aan zijn gevoel van afkeuring. Phil is de schuld van de malaise in de textielwereld. Ik ga even naar onze Limburgers uit Amerika, om het zo te zeggen. Vieren jullie carnaval? Nou, niet in Michigan, waar ik vandaan kom. Maar hier, want u woont al 20 jaar volgens mij in Limburg. Ja. Viert u wel carnaval? Ja, en, ik ben wel, ja. En, ja. Ja? Ook verkleed en zo? En ja. Alles erop en aan. Kende u dit? Nee, dit is een ketel. Dit ketel... Ketelgericht. Nee, maar ik vind het wel hartstikke grappig en onderhoudend. Nou ja, grappig. En lief eigenlijk. Nou, ik vond het ook wel eng. Ja? Hoe snap je dat? Want ik heb de documentaire gezien, Maartje. Je krijgt een goed beeld over wat er dan gebeurt. En het heeft ook wel wat grimmigs. Zeker als je dat nog nooit gezien hebt, kan ik me dat voorstellen. En zeker als kind zijnde bijvoorbeeld. Ja. Ik kan mezelf als kind nog herinneren dat ik toen ik voor de eerste keer dat ketelgericht zag, dat was in 1952. Nou, ik was bang, ik ben gaan lopen gewoon, ik wil hem niet zien. Ja, ik kan hem wel, ja, dat zie je ook wel zo. Ja, ik kan me voorstellen. Want iedereen wordt ook met heel veel moeite geschwingd. Dus als kind denk je wel, wow, maar dit is heel eng. Ja. Wie bepaalt er wie in de ketel gaat? We hebben daar een commissie voor binnen onze vereniging. De commissie. Leuk, hè? En die, als het ketelgericht dan plaats gaat vinden, dat is niet elk jaar, dan komen die al ruim van tevoren bij elkaar. En dan worden er zo eens wat gewoon op een leuke manier bij elkaar zitten. Met een potje bier. Ja, natuurlijk. Dan komen de mooiste ideeën. Van gedachten gewisseld wie we nu aan moeten pakken. En dan op een gegeven moment gaat dat groeien. En dan is dat bekend wie dat gaat worden. En dan gaan we eens kalm aan het werk. Er zijn ook weer jongens binnen die commissie voor die gaan de tekst schrijven hiervoor. Want het is een soort toneelspel, zeg maar. Ja. En zo groeit het al zo kalm aan. Totdat het een eigenlijke spel. Dat moet dan natuurlijk geoefend worden met wat repetities. We zijn daar toch al maanden van tevoren mee bezig. Ik geloof dat we zo zeker... Ja, dat is een grote organisatie. Ja. Dat zien we ook wel. Maartje, jij bent dit helemaal vast gaan leggen. Afgelopen jaar heb jij de ketelaars gevolgd. Het is een mannenvereniging, dat wordt me ook wel duidelijk in de documentaire. Ja. Mocht je daar overal bij zijn, hadden ze daar moeite mee? Nee, daar is geen moeite mee. Nee? Nee, nee. Oh, gelukkig. Dus, je mag gewoon infiltreren binnen de vereniging. Ja, en volgens mij wel één als de eerste vrouw, dat wel, volgens mij. Eerste vrouw? Zo. Achter de schermen en alles meemaken, ja. Dus, het is echt een mannenwereld. Een mannengezelschap. Ja. Behalve dan de vrouwen Justitia, die wil ik hier nog wel noemen. Hè. Dat is die mevrouw die met die weegschaal. Geblinddoek staat, maar tegenwoordig hier maar geblinddoek. Even die ketel, want het gaat er dus om mensen die zich maatschappelijk slecht misdragen hebben, op welke manier dan ook. Die worden dan berecht. Dat die wordt moeten dan de ketel in. Wat krom is. Ja, zoiets. Die moeten de ketel in. Maar wat gebeurt er? Want onder die ketel hangt daadwerkelijk een vuur. Ja, het is zelfs... Maar wat kunnen we de truc achter de ketel, mogen we die weten? Nou, laat jij weten, denk ik. Nou, dat mag je rustig weten, hoor. Ja. Het is geen lolletje om erin te liggen, laat ik dat voorop stellen. Oh. Is dat zo? Maar het is niet gevaarlijk? Het is gelukkig nog altijd goed gegaan. Dat we weten, dat we weten. Even kijken. Ja. En u wilt het zien? Want we hebben beelden van de stoker die dan dat vuurtje onder die pan aan heeft. Mijn pante is vroeger is zijn steuker geweest. En goed, wie ik zo'n dabberke was, wie ik net kon lopen, sting ik al boven op een wagen mee. De huur is natuurlijk aaier. Gij ze wereld verkennen. Gij ze anger dingen doen. Maar uiteindelijk blijft de ketel toch kribbelen. Ik ben een nachtgestoker, joh. Nachtpyromaan.
Fijn als je wilt als je er bovenin gaat. Maatje, je hebt ze gevolgd. Afgelopen weekend is de documentaire in première gegaan in stijl voor de mensen. Ja. Hoe waren de reacties? Ja, heel positief. Ja. Ja, iedereen was heel trots dat het ook allerlei facetten komen dan ook voorbij. En je ziet echt de hele club, alles wat ze doen en de organisatie erachter. Dus ze waren allemaal heel blij. Dat het echt een filmsdocument is. Voor wie heb je het gemaakt? Heb je het echt voor de inwoners van Stijl gemaakt? Of wil je er een breder publiek mee krijgen? En wat had je willen laten zien? Ja, eigenlijk beide. Ik vind het heel belangrijk omdat het nu allemaal vastgelegd wordt op film. Om het vast te leggen. Maar ik denk ook, als je in Utrecht dit laat zien. Of inderdaad deze mensen aan de tafel. Die zeggen ook, wat is dat dan? Mensen in de ketel gooien. Mm-hmm. Ja, dat is toch wel een vreemd fenomeen eigenlijk. En absoluut. Middeleeuws. Ja, ook. Ja, ik had ze nog niet gezien. Heb je gebrande ketel Ik was zeer tevreden, ja. Absoluut. We mogen dat maatje 2 weggeven. Ja, zeker. Hebben we een leuke vraag misschien? Moeten we vragen de mensen, wanneer wordt u uitgezonden bij L1? Ja. Ja? De duvels van Stijl. Wanneer wordt u uitgezonden bij L1? Stuur een mailtje naar goedemiddag@l1.nl. Een stukje cultuur, Limburgse carnavalscultuur, die u dan op band heeft. Mooi documentaire, prachtig gedaan. En aanstaande zondag is het te zien. En meer ga ik niet zeggen. Vertel je wel. Dank jullie wel. Dank je wel.